Welkom in het Allard Pierson. Mijn naam is René van Beek. Ik ben conservator van deze Romeinse afdeling in het museum. En helaas kunt u als bezoeker niet naar het museum komen vanwege alle maatregelen. Maar dat betekent niet dat wij stilzitten. En graag in deze eerste online presentatie die wij weer gaan starten als vervolg op de succesvolle lunchlezingen die we hadden, ga ik u iets vertellen dat heel toepasselijk is in deze periode. En dan gaat het natuurlijk over de feestdagen, over Kerstmis en Oud en Nieuw. Hoe waren die feestdagen en de nieuwjaarsviering, hoe ging dat bij de Romeinen? En is er enige relatie te leggen tussen die feestdagen en de Romeinse tijd? 25 december is voor ons natuurlijk eerste kerstdag. Dat is belangrijk. Maar die datum is pas heel laat gekomen. Pas in de 4e eeuw na Christus, in die 4e eeuw, is pas die 25 december bekend geworden als de geboortedag van Christus. En we starten natuurlijk onze jaartelling ook met de geboorte van Christus. Maar klopt dat wel? Als we kijken naar de bronnen, en dat zijn niet zo ontzettend veel bronnen die we over hebben uit die oudheid, die iets vertellen over deze gebeurtenis, dan lijkt dat jaar niet helemaal te kloppen. We weten dat Jezus geboren is in de tijd van koning Herodes. En we weten ook uit de Bijbel dat er een volkstelling was. En als we dan goed kijken, dan Herodes, die is waarschijnlijk al overleden in het jaar 4 voor Christus. En als we verder dan terugrekenen, dan zou het heel goed kunnen zijn dat we misschien ongeveer 7 voor Christus als het geboortejaar van Jezus moeten beschouwen. Dus niet waarschijnlijk het jaar wat we nu aanhouden, maar al iets eerder. Die 25 december, dat is een datum die dus ook pas later is gekomen. En die datum die heeft waarschijnlijk ook wel te maken met feesten en festiviteiten in de maand december in de Romeinse tijd. Dat kunnen midwinterfeesten zijn. Dat kunnen feesten zijn die te maken hebben gehad met de zonnewende, met het weer opnieuw het lengen van de dagen. En bij de kerstening van de Romeinse kalender, dus waarbij de christelijke feestdagen als het ware werden geïntroduceerd, is die datum veranderd in de geboortedag van Christus. En dat is natuurlijk heel interessant om te zien dat dit soort christelijke feestdagen, christelijke gebeurtenissen werden geïncorporeerd in dat wat er in de Romeinse tijd al bekend was. En als we dan kijken naar Oud en Nieuw, waar we het straks wat uitvoeriger over gaan hebben, 1 januari, dan zien we dat dat nu natuurlijk het begin is van het nieuwe jaar, maar het begin van het nieuwe jaar vroeger viel op 1 maart en is pas later naar 1 januari gegaan. Heel interessant, dat heeft te maken met een optocht van de consuls en dat is op een gegeven moment verplaatst. Kalenders zijn natuurlijk veranderd. We hebben een Juliaanse kalender gehad. En naar aanleiding daarvan is die 1 januari de eerste maand geworden. Oorspronkelijk was dat helemaal niet zo en was dat dus pas later, dat nieuwe jaar. En als we dan kijken naar onze gebruiken bij Kerstmis en bij Oud en Nieuw. Wat natuurlijk heel vaak gebeurt, is dat we lekker gaan eten, mooi glas wijn drinken. En misschien met Oud en Nieuw zelfs wel champagne drinken. Wat is daar van overgebleven uit de klassieke tijd? Om te beginnen met dat laatste, die champagne. Er is een obscure bron die zegt dat er wel een bubbelwijn werd gedronken. Een wijn met bubbels, zoals die wordt omschreven in een van de antieke Romeinse bronnen. Maar daar is maar buitengewoon weinig van bekend. We weten wel dat de Romeinen natuurlijk goede wijn konden drinken. Denk aan een Falernum wijn, een belangrijke wijn die lang moest rijpen, 10 tot 20 jaar, dan was die echt lekker. Niet langer, dan kreeg je er hoofdpijn van, zo staat het in de bronnen. Maar die 10 tot 20 jaar, dan was het een goede wijn. En die wijn die moest rijpen in amforen natuurlijk. Hij werd gemaakt, dan werd hij in vaten gedaan en dan werd die wijn overgedaan na een jaar in amforen. En in amforen kon de wijn doorrijpen en dan was die na 10, 20 jaar geschikt om te gaan drinken. Heerlijke wijn. En men ging natuurlijk lekker eten. Eten en drinken, het samen zijn, dat kenden de Romeinen ook natuurlijk, maar dat kennen we uit verschillende bronnen. We kenden het ook uit het Oude Testament, waarin wordt geschreven dat mensen op hun ivoren bedden liggen, te lanterfanten, te praten, te eten, te drinken. Kortom, misschien ook wel zaken die u ook met Kerstmis en Oud en Nieuw in de feestdagen, als u vrije tijd heeft, gaat doen. Hoe zit het nou precies met die wijn en wat kunnen we in het museum hier laten zien dat met wijn te maken heeft?
We hebben daar prachtige voorwerpen van in vitrines en die laten meer zien over het gebruik van wijn en hoe het effect van wijn is. We gaan verder kijken. De Romeinen hielden van lekker eten en lekker drinken. En hier gaat het in deze vitrine vooral over het lekkere drinken. Goede wijn, en die wijn die werd soms een beetje aangepast. Want niet alle wijn was goed, maar je kon die wijn een beetje naar je hand, naar je smaak zetten als het ware. Zo weten we dat de Romeinen bijvoorbeeld soms wijn rookten, om er een aparte rooksmaak aan te krijgen. We weten ook dat er soms hars werd toegevoegd, dat gebeurde in de Griekse tijd al. En we weten ook dat sommige wijn die niet zo heel erg goed was van kwaliteit, dat daar een soort honing aan werd toegevoegd of een vruchtenextract, waardoor die wijn zoeter werd. En we weten ook dat de Romeinen warme wijn dronken. En die wijn drinken, dat gebeurde natuurlijk ook vaak samen met lekker eten. Maar hier gaat het vooral om het drinken van die wijn. Mooie wijn, ik noemde al de Falerner wijn, dat is een hele beroemde. Maar uit verschillende streken in dat enorme Romeinse Rijk kwamen natuurlijk verschillende wijnen. En hier beneden in deze vitrine zien wij een bekertje staan. Een prachtig bekertje van rood aardewerk. En dat is echt een mooi drinkbekertje waar wijn uit werd gedronken. En dat bekertje heeft niet alleen een handvat, maar dat heeft ook deuken. En dat is natuurlijk niet voor niks. Je moet je voorstellen, als je aan een heerlijke maaltijd zat en je had vette vingers en je moest die wijn keurig drinken uit je beker, dat het reuze handig was om je vingers in die holtes van die beker te kunnen laten vallen. Hetzelfde zie je bij deze twee glazen bekertjes, waar ook holtes in zitten, zodat je daar goed grip hebt op het beker dat je vasthoudt om daar de wijn uit te kunnen drinken. In verschillende streken van het Romeinse Rijk, in verschillende periodes, komen natuurlijk ook verschillende types voor van bekers of van glazen waaruit die wijn werd gedronken. En heel aardig zijn de zogenaamde spreukbekers, die vooral gedateerd worden in de 3e eeuw na Christus. En die gevonden zijn voor een heel groot deel in Duitsland, in de streek rond Trier. En daar staan spreuken op die te maken hebben met het genieten van de wijn. Bibas, drink op onze gezondheid, geef mij die beker eens door. Dat soort uitroepen, dat soort spreuken staan op die bekers die gebruikt werden, waarschijnlijk in kleine kroegjes waar men dan gemeenschappelijk een beker wijn dronk. Maar die wijn kon soms ook verkeerd uitpakken. Net zoals we dat nu hebben, als je te veel wijn drinkt, gaat het natuurlijk niet goed. En we moeten uitkijken dat met feestdagen er natuurlijk niet te veel gegeten wordt, te veel gedronken wordt. Maar ook in de Romeinse tijd kon men zich soms te buiten gaan aan de drank. En heel mooi is dat weergegeven in dit kleine beeldje van gebakken klei. Een klein kannetje. En in dat kannetje zien we een vrouw. En die vrouw heeft een wijnkruik op tussen haar knieën die ze omklemt. En waarschijnlijk drinkt deze vrouw de ongeverdunde wijn zo op. En dat gaat natuurlijk niet goed, want daar wordt ze dronken van. In de oudheid dronk je de wijn niet onversneden. Je moest de wijn mengen met water. Het was buitengewoon onbeleefd om onversneden wijn, om pure wijn te gaan drinken. En je dronk die wijn verdund met water in verschillende verhoudingen. Want je moet je ook voorstellen, men had niet veel anders dan water en dan wijn om te drinken. En wijn was natuurlijk buitengewoon belangrijk. Maar deze vrouw die heeft om wat voor reden dan ook dat niet goed begrepen. En dat is een bepaald type in de klassieke oudheid. Er zijn heel veel van dit soort kleine terracotta beeldjes gevonden van een vrouw die zich te buiten gaat aan de drank. Een vrouw die soms wel degelijk van goede huizen komt, dat kan je dan vaak ook zien aan de kleding, maar die door de drank, en hier zie je ook echt dat ze die wijnkruik met twee handen echt innig omklemt, zodat ze helemaal gek is op die wijn. Nou, dat is iets wat we natuurlijk tijdens de feestdagen moeten zien te vermijden. Maar laten we verder kijken. Het is niet alleen Kerstmis waarbij gegeten en gedronken wordt, maar ook met oud en nieuw. En dat oud en nieuw was een belangrijk feest in de Romeinse tijd ook. En dan de jaarwisseling van oud naar nieuw. 1 januari. In de oudheid was dat niet altijd 1 januari. In eerste instantie 1 maart. 1 maart gingen de consuls naar het centrum van Rome, naar het Capitool. Daar werd geofferd, daar werd gegeten, gedronken, maar die datum veranderde. Bij de invoering van de zogenaamde Juliaanse kalender, dus de kalender die ingevoerd is door Julius Caesar, 45 voor Christus, veranderde die datum van het nieuwe jaar en die werd verplaatst naar 1 januari. Dezelfde datum die wij ook nog steeds hebben.
En in dat moment gingen vervolgens de twee consuls naar het centrum van Rome toe. En die 1 januari was een feestdag, was een vrije dag. Ovidius noemt dat al, een van de belangrijke antieke bronnen, die noemt dat 1 januari als een van de publieke feestdagen die er bestonden voor de Romeinen. Net zoals dat bij ons ook nog is, een feestdag. In het openbare leven was dat belangrijk, maar ook natuurlijk bij de Romeinen thuis. En hoe deden die Romeinen dat thuis? Maar voordat we daar naar gaan kijken, is het natuurlijk ook goed om je te beseffen dat bij dat jaarwisseling hoort ook de tijd. Wij kennen dat ook. Naar nieuwjaar toe, naar oudejaarsavond, telt de klok af. En vandaar dat goden die te maken hebben met de tijd ook in de Romeinse tijd al belangrijk waren. Chronos, de god van de tijd, een oude man met een grote grijze baard, Saturnus, die daar ook mee te maken heeft. Saturnus, die overigens ook met feesten in december wordt vereenzelfde, de zogenaamde Saturnalia. Maar de god die het belangrijkste is voor die overgang naar het nieuwe jaar, naar januari, is de god Janus. En Janus is een god met twee gezichten. We hebben daar een voorbeeld van in het museum. En die god met twee gezichten, die laat als het ware de overgang zien van de ene fase naar de andere fase. En die overgang van de ene fase naar de andere fase heeft ook te maken met bijvoorbeeld de tempel die gewijd was aan Janus. Een tempel of een boog waarbij een ingang en een uitgang is. Kortom, steeds twee fases die belangrijk zijn. En een heel aardig voorwerp uit de collectie van het Allard Pierson is dit glazen flesje. En dat glazen flesje heeft twee koppen. Een Janusflesje. Een kop aan de voorkant en een kop aan de achterkant. En dit is een prachtige verbeelding van die god Janus. Die altijd met die twee gezichten, zeg maar, die twee kanten opkijken, wordt weergegeven. En naar hem wordt de maand januari genoemd. Hoe ging dat nou bij de gewone Romein thuis? Ook daar, als het nieuwe jaar was, begon de Romein natuurlijk goed. En dat deed hij door een offer te brengen, meestal bij het huisaltaar, bij het lararium. En wij staan hier bij een reconstructie van een huisaltaar zoals dat in Romeinse tijd gebruikt werd. En zoals dat gereconstrueerd is naar voorbeelden bijvoorbeeld in Pompeji. Zo'n lararium, zo wordt zo'n huisaltaar genoemd, is belangrijk voor de huisgoden, de laren en de penaten. Maar vooral de laren van de god Lar. En we zien hier prachtig op de achtergrond een reconstructie van een fresco, zoals dat in Pompeji is teruggevonden, waarop je zo'n lar ziet afgebeeld. Twee zie je er in dit geval. En bij zo'n huisaltaar, wat in Romeinse huizen voorkwam en vaak was geplaatst in het atrium, dus de binnenplaats van een Romeins huis, daar bracht men dan een offer. Had je niet zo'n heel erg luxe huis dat je een mooi atrium had en een kleiner Romeins huis, dan was dat meestal bij het haard, bij het vuur, waarbij zo'n klein altaartje was, een plek was, waar bijvoorbeeld godenbeeldjes stonden, maar waar ook olielampjes stonden, waar lampjes werden gebrand. Denk aan het branden van kaarsen zoals wij dat nog doen. Zo was dat in de oudheid ook belangrijk, dat je lampjes brandde, dat je licht bracht. En daar begon je met een offer aan de goden. En op 1 januari gaf je elkaar ook geschenken. Geschenken, dat konden bijvoorbeeld lauriertakken zijn, dat was ook een belangrijk teken in het openbare leven, lauriertakken die aan de tempels hingen en die op 1 januari werden vervangen. Maar je kon elkaar ook bijvoorbeeld een munt geven, je kon elkaar geld geven. En we hebben in de collectie van het museum een prachtige munt, een Romeinse munt, een vroege Romeinse munt, een as zoals die heet, dus de munt, dat is de basis zeg maar, van het Romeinse muntstelsel. En daar zie je heel goed op die twee koppen. Opnieuw zien we hier de god Janus. En deze munt bijvoorbeeld, dit muntstuk, kon worden gegeven als cadeau, als geschenk op nieuwjaar. Een prachtige, zware munt. Deze munt is aan het eind van de 3e eeuw voor Christus. Dus die traditie bestaat heel lang. Een hele zware munt, bijna 3 ons. En deze munten konden dus als cadeautje worden gegeven. En zo waren die laren en die penaten, maar ook de god Janus, natuurlijk buitengewoon belangrijk. Dat heeft een beetje dus te maken met hoe wij nu naar januari kijken, hoe wij nu naar de jaarwisseling kijken. En dan zien we dat er heel veel relatie is met die gebeurtenissen die er in de oudheid al plaatsvonden en ook nu nog plaatsvinden.
En dan eindigen we natuurlijk met drie koningen in het nieuwe jaar. Want ook daar wordt over vermeld natuurlijk in verschillende bronnen. En wie waren dan die zogenaamde drie koningen? Waarschijnlijk waren het geen koningen. Misschien waren het magiërs, dat weten we niet precies. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat dat de vertegenwoordigers waren uit de verschillende windstreken. Uit Perzië, uit Indië, uit andere streken. Caspar, Melchior en Balthazar die op bezoek kwamen bij Christus, bij Jezuskind. Nou, zo zien we allerlei relaties tussen de gebeurtenissen in de oudheid, zonder dat we die exact allemaal goed kunnen plaatsen aan de hand van de archeologie en de bronnen, en wat we nu nog steeds doen. Het museum is nu dicht. U kunt nu niet op bezoek, helaas. Maar we gaan ervan uit dat we zo snel mogelijk weer open kunnen gaan. En dan kunt u komen kijken. En dan kunt u zelf ook naar dit lararium, dan kunt u naar dit huisaltaartje toe. En dan kunt u zien hoe dat eruit ziet met deze kleine godenbeeldjes en die olielampjes en dergelijke. Heeft u, nou, naar aanleiding van deze verhaal, van deze online presentatie, nog vragen? Dat kan natuurlijk. Bij een lunchlezing kon u dat in de Q&A-functie stellen. Maar nu kunt u, als u wilt, een mail sturen naar communicatie@allardpierson.nl en dan gaan we proberen of we u antwoord kunnen geven. Dit is de eerste van een aantal online presentaties en binnenkort wordt u ingelicht over nog meer presentaties over weer andere onderwerpen. Op zo'n manier hopen we dat u verbonden blijft met het Allard Pierson en dat u natuurlijk weer gestimuleerd wordt om, als we open zijn, snel te komen kijken. En natuurlijk wens ik u hele goede feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar.